Ja, en kan die? Ja. Dag dames en heren en welkom bij Schilderen met Sander, aflevering nummer 4 zijn we alweer. We gaan vandaag een landschap gaan we schilderen. En eerst even het papiertje ophangen. Zo. Jullie weten dat het wel, hè, hoe dat nu moet. Dus ik hoef het eigenlijk niet steeds te laten zien, maar ja, dat hoeft niet meer. Ik heb het toch gedaan. En weet alles. Alles bij de hand. Een potlood voor optekenen. Een penseel om in te schilderen. En een, oh nee. En een water voor te mengen. Afspoelen. En schoonmaken op je doek. Alles is er. De verf ligt klaar. Het mengbordje waar je lekker op kan mengen. En we gaan vandaag een landschap maken. Een landschap van een hoop bergen. Geen bergen met geld, want dat heb ik niet. Goed, we gaan gewoon. Ik heb ook geen berglandschap. We gaan beginnen met het horizon. Ik zal mooi dik optekenen, zodat jullie het goed kunnen zien thuis. Daar komt hij. Eerst de horizon. Zo. Ik hoop dat jullie dat zien. Zo. Dat is zo mooi als de horizon. Oké. En dan gaan we werken. Wat heuveltjes. Ik teken het nu dik. Normaal hoeft dat niet zo dik, maar. Zo. Een mooi berglandschap. Vol zijn de bergen. Zo, achter ook een beetje. Die zijn vaak minder scherp. Dat is makkelijk. Zo kun je je diepte zien. Let maar op. Als je iets ver ziet, dan zie je iets minder scherp dan van dichtbij. Dichtbij is alles wat scherper natuurlijk. Niet te dichtbij. Nee. Gewoon een juiste afstand creëren. En je hebt dit wel, dit is zo kaal. Zoek hem eerst even je punt. Zo als je punt. Waar je naartoe gaat werken. En dan trek je een boom erbij. Zo. Hier ook nog wat. En dan heb je hier het punt waar je heen werkt. Zodat het een beetje dimensie. Geen dementie, maar dementie krijgt. Zo, dan gaan we nu beginnen met schilderen. We hebben een prachtige ondergrond hebben gemaakt. We gaan beginnen met licht. Je moet van licht beginnen, dan naar donker. Je kunt het natuurlijk niet meer licht maken als het donker is. Tenzij je verf natuurlijk is opgedroogd. Dus we beginnen met licht. En ik heb van tevoren de tubetjes opengemaakt. Zodat we niet meer hoeven te klooien met zo'n soort vliebeltje die er aan zit. Dus ik heb dit keer wel mezelf goed voorbereid. Want ik krijg van iedereen Aan mijn commentaar daarop dat ik het niet goed voorbereid. En, dat vind ik ook niet erg hoor, dat jullie commentaar geven. Maar ik heb er wat aan, zoals je ziet. Ik heb me voorbereid. Ja. Goed, we gaan beginnen met het groen, met de bergen. De voorste berg is mooi groen. En waar. Ik heb me kennelijk niet goed voorbereid, want die verf blijft onder de kast zitten. Hallo? Wat is dit voor verf? Als u gaat schilderen, zorg voor de goede verf. Dit gaat niet werken, zo. Ik
Dus. Ik pak even een andere kwast. Ik zei wat. Oh jongens. Ik pak een ander soort kwast. Dit was niet goed. Hè, een beetje. Oh ja. Volgens mij heb ik verf gekocht dat niet met water mengt. Wel, dan moet je dus opletten thuis. Ik zie het nu ook eigenlijk voor het eerst. Ik dacht altijd dat verf gewoon makkelijk met water kon mengen. Nee, het is, valt niet mee. Nee, dat gaat voor geen meter. Maar je ziet allemaal een beetje. Kijk, bovenop de berg. Bovenop de berg. Nee. Eén kant moet wat donkerder zijn dan de andere kant. Zodat je. Zie je dat? Een mooi effect krijgt van. De berg. Het is mooi. Een beetje. Een 3D-dimensional. Ja. Ik loop natuurlijk niet precies met die horizon. En zo kun je lekker verder gaan verven. En dan gaan we straks verder even kijken hoe we de voorgrond gaan doen. Ja, daar zijn we weer. We gaan de voorgrond gaan we verven. En we gaan de voorgrond. Hey. Mooi. Dat wordt niet mooi zo. Wordt sowieso al niet mooier op. Ik, de volgende keer zal ik beter met de. Nou, alle flikken zitten toch aan. Ik weet het even niet meer. Misschien. Ik heb een plan. We dopen een stukje van. Nee. Mijn doekje in het water. Gaan we kijken wat voor effect dat geeft. Zodat je. Zo kun je een mooi effect geven. Zodat de volgende keer gewoon op. Op canvas gaan schilderen, want het papier dat houdt het niet meer. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat je, als je dan zoiets gebruikt, dat je dan ook mooi vormpjes van gras mooi lekker wat makkelijker kan maken. Goed, dat was voor deze keer. Dan gaan we nu. Voor het echt doen op canvas. Ja. Oké. Hoop camera. Oh jongen. Ja. Goed. Dit was het voor vandaag. Tot volgende week. Ik ga vandaag niet meer op canvas schilderen. Ja. Want we zitten al vol. De tijd is om. Dus. Dit was ook een prachtige vertekening. Helaas. Ik hoop dat jullie er iets van hebben geleerd. Tot volgende week.